Wat is het? Nee, ik maak een geintje! Ik maak een geintje! Jullie kijken natuurlijk naar Boeiend op Concentrate Bolt. Mijn naam is JJ Boske en vandaag ga ik een van de beste Nederlandse MMA en kickboxlegendes boeien hier op Concentrate Bolt. Zijn naam is Melvin Manhoef. Hij heeft me al een keer knock-out gechoked, dus ik moet vandaag oppassen. Hij traint hier en ik heb de boeien bij me. Hij is hier aan het trainen. Ik doe vast de boeien om. Hij is net klaar, volgens mij. Of hij is nog aan het douchen. Misschien moeten we hem onder de douche boeien. Dat zou ook kunnen. Ik denk dat ik het dan helemaal niet overleef, maar prima. Hier toch, zou je zeggen. We zitten wel close. Nee, even kijken. Wat is dit, jongens? Ik durf niet te kloppen hoor, want de kans dat ik in elkaar word gebeukt is natuurlijk redelijk groot. Maar er is wel iemand, gelukkig. Ik loop maar 3 kwartier hier buiten. Alles goed? Lekker. Ja? Ja. Te laat komen? We hebben drie kwartier om het gebouw heen gelopen, man. Wij kloppen. Ik verwacht toch dat jij aan het trainen bent? Ja, je kan gewoon bellen. Ik heb hem nog aangelaten voor je. Ja, ik kan je nu nog niet boeien. Mij? Ja. Heb je niet? Oh ja, heb ik een beetje afstand. Wat is het? Ik maak een geintje. Oké, ik zie je zo. Oké, het verrassingselement is er dus een klein beetje vanaf. Aangezien ik met mijn domme hoofd gewoon de gym inliep en hij mij natuurlijk ziet en ik gewoon 10 minuten te laat ben, waar hij gelijk in heeft. We konden niet naar binnen. Hij maakt even zijn training af en dan ga ik hem boeien. Hij weet in ieder geval nu dat hij geboeid gaat worden en ik heb de eerste tik al gekregen vandaag. Klaar met trainen. Ja. Ik ben blij dat je dat zonder mij hebt gedaan. Ja, heb ik heel eerlijk in. Dat je mee zou doen, toch? Ja, alleen we waren iets te laat. Ja, okay. Wat gaan we nu doen? Wat gaan we de rest van de dag doen? Je bent geboeid. Ja, de rest van de dag. Ik ga zo even naar de kapper. Ik heb een privéles en ik moet mijn zoon ophalen, want ik moet voetbal trainen. En dan, voetbaltraining? Ja, en in de avond... Moet jij voetbal trainen? Of geef je? Nee. Is dat echt? Echt. Daar wil ik heel graag bij zijn. Hoe zie je dat dan als je nu bijvoorbeeld, want je bent zelf een van de meest succesvolle vechters, een van de meest gerespecteerde vechters in Nederland ooit. Je doet nu boxing-influencers. Een hoop mensen zouden zeggen... En daar gooi ik misschien de knuppel in het hoenderhok. Waarom, Melvin? Als je zelf zo'n gerespectabel vechter bent, waarom laat je deze mensen onze sport dan op die manier... Wat zijn deze mensen? Want een influencer heeft alleen de naam influencer. Dat wil zeggen dat ik het alleen maar bereik heb. Ja. Maar alle andere mensen die bij mij komen trainen, die trainen 2 maanden of 3 maanden en dan gaan ze ook vechten. En dan zijn ze nieuweling. Ja. Dus wat is het verschil tussen een nieuweling en een influencer? Het enige verschil van een nieuweling en een influencer is dat hij gewoon bereik heeft. Ja. Ja? En een achterban. Nou, dat heeft een nieuweling jongen niet. Oké. Het tweede voordeel is dat voor de boxing influencers had ik gewoon WFL jongens staan. Ja. Die hebben gewoon daar gevochten. De mensen van boxing influencers, die kwamen voor de boxing influencers. Maar ze kwamen toch om 4 uur, omdat we een kaart hadden met WFL jongens. Waardoor die jongens ook te zien worden. Dus ook al die andere kinderen kunnen kijken van hé, dat is ook leuk mama of pap. En dan kunnen die sport gaan beoefenen. Ja. En kunnen de jongens zelfs gaan volgen. Waardoor de jongens van WFL ook influencers worden als die mensen hun gaan volgen. Dus het moet gewoon een wisselwerking hebben. En dat is gewoon mijn streven. En wat ik dan ook heb is dat ik denk, ja, dan zeggen mensen ja, dat wordt dan... Ze gaan dan vechten op het podium en dan komt Melvin zo naar voren en die zegt jongens, dit is mijn huis. Mensen vonden dat moeilijk, omdat het boxing influencers was. Ja. Hoe keek jij daar zelf tegenaan? Want ik zag het alleen maar als, ja dit is, als Conor McGregor opkomt, dan doet hij dit ook. Ja, maar... Als er andere vechters opkomen, doen ze dit ook. Dit gebeurt wel eens. Ja, dit gebeurt wel eens, alleen de klap is natuurlijk niet nodig. Kijk, dat je een beetje duwt en een beetje, dat is normaal. Ja. Snap je? Omdat de emoties lopen hoog op, snap je? Alleen, zo'n klap, ja, daar ben ik niet op voorbereid, snap je? John Jones en...
Snap, we gingen ook met de hele podium en al. Hè? Dat kan soms af en toe gebeuren. Nou, dat moet je gewoon incalculeren. Daarom staat er gewoon ook beveiliging. Maar de emoties die zijn daar op dat moment. En de jongens willen gewoon niet onderdoen van elkaar. Want ze gaan een strijd aan. En dat is dus hoe het werkt. Weet je, in de arena. Ja. Dat is ook het mooie. Ja, dat is ik hou daarvan. Ja. Hey, we zijn de Amsterdamse buurt. Ja. Wat is dit voor kapper voordat we naar binnen lopen? Wat moet ik zeggen? Het is een oude vriend van mij waar ik vroeger mee gevoetbald heb. Ja. Vanaf zijn 16e begon hij met knippen. We hebben altijd samen gevoetbald. En toen is het eigenlijk zo ontstaan. En toen ging je overal naartoe en eigenlijk zit hij dan hier, zeg maar, zo'n vaste thuisbasis. En dan gaan we hier aan kapper salon. Ja, nu is het lekker rustig, maar normaal is het... Lekker muziek en praten, discussies, schreeuwen. Ja? Je weet toch? Ja, ja. Dus we gaan nu echt een ja, ja, ja. Zo'n gezellige ouderwetse kapsalon binnen. Ja, 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 ja. Hey, hoe is dit nou? Alles lekker? Alles lekker? Ja. Oké, okay, moeten we. Ja, moet Melvin wachten? Of, ja. Hebben jullie ook samen geslapen? Ja, ja, maar we hebben wel meer dan dat gedaan samen. Ja, ja, ja. En Melvin durft het niet eerlijk toe te geven. Ik ben daar gewoon heel eerlijk in. Ik gooi dat gewoon open en bloot. Ja, ja, ja. Ga jij hier dan voor een opskip? Ja, ik ga gewoon hier even een beetje. Alles een beetje vaccineren. Proberen dit aan de plek. Ik denk, nou ga je het zien, zie je? Ja. Probeer het een beetje weg te werken. Als het voordat we ik je echt ga laten ontspannen, wil ik nog één ding. Van, ja, iets wat ik. Je altijd al willen vragen, maar wat ik echt nog nooit aan je heb gevraagd. Als we nu kijken naar het niveau van bijvoorbeeld, straks komt Badder tegen Rico. Jij hebt natuurlijk echt nog in de echte K1 tijd gevochten. Was het toen zwaarder? Want jij bent degene, een van de weinigen die nu nog echt vecht. Was het toen net zo zwaar of nu, als nu? Het niveau is nu zeg maar wel anders. De jongens zijn wel sneller en anders, maar ze zijn niet harder. Snap nee. je? De mentaliteit van vroeger is gewoon harder, snap je? Ja. Je had daar ook meerdere harde jongens die gewoon echt met gebroken dit alles, het ging gewoon, snap je? Ja. Dus ik denk dat de K1 tijd, denk ik dat het wel zwaarder was dan nu. Dan nu. Zou Rico in overleven in die tijd? Weet ik niet. Nee? Ik durf dat niet te zeggen. Ik vind namelijk Rico, en dat vind ik wel eens moeilijk, is dat Rico, ik zeg ze ja, ze zijn echte kampioen, want in de K1 tijd bla bla bla. Ik vind Rico dus wel een echte kampioen. Je kan beter kijken naar nu en nu. Ja, wint hij alles, dus dan kun je niet zeggen dat hij geen kampioen is, snap je? Precies. En met alle respect van Dien, kijk, Badder is mijn mannetje, snap je? Badder is gewoon, ik heb mijn Badder getraind, ik ben altijd maïsium voor en na, snap je? Dat is normaal, snap je? Dus ik gun Badder ook, zeg maar, eigenlijk de winst. Ik wil nog wel even één vraag aan je kapper stellen. Hoe ijdel is Melvin? Hoezo ben jij al nee aan het schudden? Ik ben niet ijdel. Maar hoezo ben jij nee aan het schudden? Ik vroeg toch niet aan jou of jij ijdel bent? Ik vroeg het aan je kapper. Dan ga je niet nee schudden, want dan gaat hij denken, nu moet ik nee zeggen. Ja, ja, dat is wel redelijk ook. Nee. Maar Percy, eerlijk, hij is wel ijdel, toch? Zie je? Ja. Zie je? Je wilt gewoon horen dat ik ijdel ben. Ik ben niet zoals jou, Jay. Nee. Ik ben gewoon... Luister, we liepen als twee oude mannen naar binnen, komen er helemaal vernieuwd uit. Ik moet dit vaker doen. Oké, okay, cool. We gaan een broodje eten. Ja. Snap je? Ja? Als ik dat kan gaan. Oh, dit ziet er wel goed uit, man. Twee broodjes kip curry, alstublieft. Mm. Oh, dat had ik nodig, hè? Ja. Wie zijn vrouw is nou blij, maar wie zijn vrouw is nou niet blij? Nee, wij doen het al een paar jaar samen. Jim Hoofddorp, ik ben hier al vaker geweest. Ja. Dit is jouw eigen gym, toch? Ja. En dan ga je nu personal training geven. Ja, oh shit. Het is de 80ste keer dat ik struikel. Dit is mijn gym. Ja. In principe, maar daar ben jij wel vaker geweest, dus je weet het wel. Ik heb nu een personal training. Ja, het enige wat ik nu heb is, ja, of we doen het samen, of ik neem even de time-out. Dus ik weet niet, dat mag toch of niet? Ja, maar ik kan niet zo de mat op en ik heb geen kleren bij me. Dus ik denk dat een time-out handig is. Dan heb ik hier de sleutel. Oh. Alsjeblieft, dan mag jij de time-out nemen. Ja. En dan mag je die jongen gaan trainen. Oké. Okay. Als jij zo nog denkt, ik wil nog even een rondje sparren en in elkaar gebeukt worden. Ach, Jay, alsjeblieft. Doe ik gewoon. Alle liefde kleek me even om. Alsjeblieft, jongens. Alle liefde kleek me even om een beukje in elkaar in je eigen gym. Oh, jongen. Je leert het gewoon echt niet, hè? Wat denk je zelf? Echt, je leert papa. Het echt niet. Ik snap dat je niet durft. Hij neemt een time-out, ik durf niet. JJ, jongen, alsjeblieft, gozer, jongen. Echt, je moet echt stoppen. Dat mag gewoon. Zeg één ding. Je weet het. Zeg nu één ding, dan ga je zien wat je gaat doen. Oké.
Oké. Ah, ik neem mijn time-out, ik durf niet. Watje, wat een watje. Hij is juist bang voor me. Wat zei je? Niks. Nee, ja, ik zei niks. Ik zei niks. Oké, klaar met trainen? Ja. Of lesgeven? Lesgeven, ja. En nu ga je door naar de volgende training. Ja. Je moet nog even je draadje goed doen, want je hebt je omgekleed. Ja. Wat gaan we nu doen? Ik ga nu naar FC Purmerend. We. Oh, ik ga toch mee? Ja, dat is waar. Sorry. Kom op. Oké. Is goed. We gaan nu samen naar FC Purmerend. Ja. Waar mijn zoontje om 3 uur les moet krijgen. En dan doe ik het onder 8-1. De voetbalteam van hem, die begeleid ik dan. Ben ik leider als, van. Als coach, leider, trainer. Alleen ze vechten? Wanneer alleen als ze verliezen. Nee, natuurlijk niet. Oh, je leert echt voetballen? Voetbal, ja. Nou, oké, ik ben benieuwd. Melvin blijkt dus ook begenadigd voetbaltrainer te zijn. Maar ik loop er echt als de Jan Lul achteraan. Ja, echt hè? Ik heb je ook nog niet echt goed advies horen gegeven, ben ik ook eerlijk in. Ik heb geen tackle gehoord, ik heb geen afmaken gehoord. Ik heb niet gehoord dat ze genadeloos moeten zijn. Weet dat je wel? Is, ja. Als je die dingen niet hoort, dan doe ik het goed. En dit is Shane, hè? Ja. Hoi Shane. Dat is Melvin's zoon. Okay, dus zie duidelijk dat hij op zijn moeder lijkt, hè? Goed zo, met één voet. Goed zo, één voet. Tikken, tikken, één voet. Tikken, één voet. Goed zo. Binnenkant. Goed zo. En weer doorlopen gelijk. Goed hoor, Shane. Oh, nou, alleen maar met je linkerbeen. Fijne techniek. Kijk omhoog en schieten. Ja, nou, goed. Met je linkerbeen. Oh. Echt daar plezier van, man. Dit is, echt mijn, dit is mijn ontspanning. Dit is jouw ontspanning? Ja. Goed zo, Kaylee. Ik zweer het je. Ja, dat vind ik leuk. Dit heeft niks te maken met kickboksen. Hier voel ik me vrij. Kinderen die luisteren, ze zijn onbevangen. Winnaarsmentaliteit kweken, niet opgeven. Ja, is dat ook wat je doet? Ze echt wat meegeven voor de toekomst? Dat, wat, je hier ook, wat je hier met kickboksen kan doen, kan je ook in deze sport doen, toch? Ja. Ze willen hier allemaal voetballer worden. Dat kan je niet als je opgeeft. Nee. Snap je? Dus het is gewoon hetzelfde. Ja. Oh. Netjes! En dan gaan we 2 benen. Links en rechts. Hey, waar heb jij dan je kennis van het voetbal vandaan gehad? Ik heb zelf gevoetbald. Waar heb je gevoetbald dan? In Rotterdam, in Lodewijk. Ja? Een tijdje een paar trainingen met Feyenoord meegedaan. Echt? Daarna, ja, en daarna naar Zaandam. Van Zaandam naar de voetbalschool in AZ. Met AZ meegedaan met Joop Brand. Dat was zeg maar een soort voorselectie voor het A. Ja? Toen brak ik mijn enkel. En toen ben ik eigenlijk daar gestopt. Ben ik naar DCG gegaan. En van DCG uit, ja, toen mijn enkel was gebroken, moest ik revalideren. Toen was eigenlijk de droom van profvoetballer is eigenlijk weg. En toen begon ik kickboksen. Hey Mel, ja. Weten al deze kinderen wat voor sport jij eigenlijk doet? Ja, ja, ze hebben allemaal gekeken naar Londen en ja. Achteraf. Wat zeggen ze dan? Ja, dat ze het vet vinden, maar het is een sport, hè? Ja, ja, dus dat zeg ik ook niet, maar ik bedoel... Dus ik vind het natuurlijk, moeilijk als je... Ja, maar mijn zoon die weet dat ik het doe, dus ja, als deze kinderen het weten, dan is het ook niet erg. Nou ja, het is toch leuk, weet je wel, dat een van de best getrainde vechtmachines van Nederland hier training aan kinderen van 8 staat te geven in een hele andere sport. Ja, ik vind het echt leuk, man. Het ja, gewoon, maar dat is ook te zien. We doen 5 minuutjes. Ze hebben ook allemaal een snotneus. Ik ga gewoon goed, niemand laten kijken, scoren. Even kijken, denk mooi. Ze zelf. Oh! Shane, jij komt er zeker niet door. Oh! Ik ga er zo eentje weghoeven. Tikken. Hier, kijk. Goed, hier. Nooit. Ja, lekker. Nou. Gozer. Dankjewel. Dat was fucking gezellig. Ja. Luister, het was echt, echt heel gezellig. Ja, ik dacht dat we een hele drukke dag zouden hebben. Ik dacht, ik word weer in elkaar geslagen. Maar vandaag, moet ik eerlijk zijn, heb ik een Melvin Manhoef gezien die ik zelf wel kende. Ja. Maar die de mensen thuis
misschien nog nooit hebben gezien. De vader, de man die ook kan genieten van het leven, niet altijd met iedereen in elkaar slaat. Een passie heeft voor voetbal. En zijn zoontje heeft ook nog eens talent en speelt ook nog eens een heel talentvol team en daar is hij trots op. En dat vind ik heel mooi dat ik daar vandaag even bij mocht zijn. Hartstikke tof, man. Ja, hè? Dus ja, ben je in mijn life een beetje, toch? Precies. Even een dagje met jou mee, dat is boeiend ook, weet je wel. Soms is het niet van hier naar daar en van alles doen. En is het gewoon ook dat heb ik, even chill. Ja, dit is ook gewoon lekker. Deze dagen heb ik ook ertussen zitten, snap je? Dus niet altijd alleen maar werk. Morgen heb ik het wel heel erg druk bijvoorbeeld, maar... Ja, maar dat wil ik niet mee, hoor. Nee. Dit is echt een hele leuke dag. Gewoon lekker. Dit was voor mij een goede dag. Ja, ik zag je ook de hele tijd spelen. Ik vind het geweldig, weet je. Dat ik even met die kinderen mee mag voetballen, dat is voor mij... Ik bedoel, normaal moet ik van alles afspringen en uit vliegtuigen en allemaal gekke dingen doen. Ja. En op doel staan bij de F'jes. Bij de F'jes. Onder 8-1. Dat is toch ook een goede dag. Maar qua lengte komt er wel overeen, toch? Oké, laten we hem afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was Concentrate Bolt. Dit was boeiend. Vergeet Melvin Man of niet te volgen op Instagram. Laat even in de comments weten wie jullie nog meer inboeiend zouden willen zien. En vergeet niet te abonneren. Wij gaan er vandoor. De boeien mogen af trouwens. Wacht even, ik zal even de sleutel pakken. Ja, up. Zo, boeien mag af. Dan ga ik nu nog even met Shane praten. Even over die, dat hij toch wel beter op zijn linkerbeen moet letten. Ja, hij moet links. Hij moet even links wat meer trainen. Ja. Even aanpakken. Goed zo, dat is en hij mag wat agressiever worden hoor, want hij heeft voor jou mag hij al... Dat komt wel.